Diepgang of breed? Dan ga ik toch voor diepgang. In het eerste jaar was alles nog heel erg breed. Het verschilt per vak of het diepgaand is of breed. Zoals sportgeschiedenis en sociologie is voornamelijk best wel breed. Maar nu in het tweede leerjaar ga je toch wat meer dieper op alles in. Je hebt heel veel vakken en je doet heel veel verschillende dingen. Zo heb je ook sportbeleid, maar je hebt ook practicum. Dus je gaat zelf sport, evenementen of sportprogramma's ga je zelf ontwerpen. En die ga je aanbieden aan je eigen klas of aan een andere klas. Sportcommunicatie versus sportmanagement. Nou, sportmanagement, ik zit nu zelf ook in het managementteam, omdat ik een event moet organiseren. Ik weet nog niet zeker welke kant ik op wil, daar ben ik me heel erg aan het oriënteren tijdens mijn stage. Maar communicatie trekt me dan wel iets meer. Ik vind het heel interessant om mezelf te richten op leiderschap en processen sturen. Ja, ik ben eigenlijk zelf ook wel iemand die op zoek gaat naar beweging en ontwikkeling, van hey, waar liggen nou de kansen in de sportmarkt? Een appel? Of een Mars of KitKat. Ga ik toch voor een appel? Ik hou niet zo van chocola. Ik hou wel van appels, maar ik hou ook wel van lekkere dingen. Tijdens mijn stage nu merk ik het belang van gezonde voeding in combinatie met bewegen is eigenlijk heel groot. En dat ga je ook steeds meer gedurende de studie, ga je daar steeds meer mee bezig zijn. Bijbaan versus fulltime studeren. Nou, bij mij is het fulltime studeren. Ik heb geen bijbaan. Ik red het ook niet vanwege mijn sporten. Momenteel heb ik ook een bijbaantje erbij. Dat doe ik ongeveer 3 avonden in de week. Dus overdag lekker met school bezig en 's avonds werken. Als ik naar mezelf kijk, vind ik het wel fijn om een bijbaantje te hebben. Ook omdat ik gewoon op mezelf woon. Ik heb mijn eigen kosten. Qua drukte is het wel moeilijk vol te houden, want we hebben echt heel veel deadlines. Maar een bijbaantje is ook wel even een rustmomentje. Laag tempo of hoog tempo? Ik persoonlijk vind ik dat het best wel in een hoog tempo gaat. In het eerste leerjaar word je echt nog aan het handje meegenomen. En in het tweede leerjaar moet je toch meer dingen zelf onderzoeken, ondernemen. Elk semester heb je ongeveer wel 1 of 2 opdrachten per vak. Waardoor je best wel veel moet doen. Wat je moet doen, dat doe je vaak samen. Dus waardoor de werkdruk wel wat lager ligt misschien. Alleen alles gaat wel in een hoog tempo, dus je bent wel continu met hele eigenlijk mooie projecten of opdrachten bezig. Als je gewoon daadwerkelijk gewoon meedoet met de lessen, dan is het allemaal prima bij te benen. Theorie versus praktijk. Nu ga ik toch voor praktijk, omdat in de evenementenbranche je meer met praktijk te maken hebt dan theorie. Ik ben echt een studieneursje, ik hou heel erg van theorie. Je gaat heel erg veel zelf sporten, zelf ontdekken. Hoe moet je bepaalde sporten doen? Welke kennis heb je nodig om dat goed te kunnen doen? De balans is nu wel 50-50, denk ik. We hebben nu veel meer praktijk dan vorig jaar. Formeel of persoonlijk? Ik denk dat het wel heel persoonlijk is. Wat ik heel erg op de KALO merk, of vooral bij sportkunde, is dat je niet een nummertje bent, maar je bent gewoon echt een student waar gewoon echt waarde wordt gehecht aan jouw mening of aan jouw ideeën. Ze zijn echt gewoon geïnteresseerd in wie jij bent als persoon en hoe jij jezelf gaat ontwikkelen en hebt ontwikkeld.